Ik ben Raffi en ik ga vloggen. Ik heb iets heel leuks. Ik heb een egeltje in de tuin. Vandaag ga ik een egelhuisje voor hem in de tuin zetten. Ik heb er heel veel zin in. Dit is een tekening in hoe ik het egelhuisje ga maken. Hier gaat hij ergens zo slapen. Hier zo ergens, denk ik. En dan kunnen ze zo hier naar binnen lopen. Die tunnel is handig, omdat dan kan de kat niet in het egelhuis. Het is geen kattenhuis. Ik denk er nog even een egel bij. Ik vind egels heel erg leuk. Ze hebben van die leuke neusjes. En van die mooie steekkortjes. De egels die zie je niet zo vaak, maar soms hoor ik ze wel. Dat heb ik ook opgenomen. Dit geluidje maken ze. Nu ga ik het egelhuisje maken met papa. Nu ga ik de houtjes pakken voor het egelhuis. Ik zoek platte plankjes zoals deze en deze. En eigenlijk heb ik deze ook nodig. Dit is mijn papa en die gaat mij helpen bij het egelhuisje. En duw hem maar. Ja. Papa, denk je dat de egels het leuk vinden? Ik denk wel dat ze hier willen wonen. Een mooi huis. Ik hoop het. Het egelhuis is af en eigenlijk is het gewoon een houten doos. Kijk, dit is dan de tunnel. Gewoon hier komt hij dan aanlopen. En dan gaat hij zo in. Komt hij uiteindelijk aan deze kant. Dit is dan de doos. En hier gaat hij misschien zijn winterslaap in houden. En dan kan hij er meteen ook zijn kinderen in krijgen. Nu doe ik er nog een beetje stro in. Dat is een lekker bedje voor de egels. Nog een handje kan er wel bij. Prima. Dit is lekker voor de egels. Kijk, we hebben hier een pijp in gemaakt. Omdat de egel dan ook lucht krijgt. Dan kan de egel goed ademen. Oké, ja, zo. Kijk zo. Hier en dan hier zo. Ik denk het loopje een beetje naar die struik toe. Oké. Dat ze die heel makkelijk naar onder die struik kunnen lopen. Tunnel naar de struik. En een beetje een dicht paadje voor ze maakte. Ja, daar. Ja. Precies goed. Precies goed. Ik leg wat mos neer. Dat is een soort gras. Want dan kunnen ze hun nestjes zelf nog wat mooier maken. Dit was mijn vlog. Ik hoop dat je het leuk vindt. En ik hoop dat de egels ook mijn egelhuisje leuk vinden. Ik wil nu maar snel wegwezen, anders komen ze er niet in.